durf, als ik mag, durf eens te snijden in zaken die de economie niet raken en die de burgers niet raken. Durf eens te snijden in die ontwikkelingshulp. Durf eens te snijden in het aantal asielzoekers en immigranten. Durf eens te snijden aan wat wij, die miljarden die wij aan Europa geven. Als u dat, als u dat doet, dan doet het veel minder pijn voor de gewone mannen. Oké, laten we eens even kijken, de ontwikkelingshulp. Daar hoorde ik daarnet een van de, ik meen de vicepremier, ChristenUnie, die zei, nou ja, we willen ook wel over de ontwikkelingshulp gaan praten. Is dat een van die taboes die doorbroken gaan worden, mevrouw Hamer? Wat de vicepremier zei, was dat hij graag wilde kijken hoe je de klimaatproblematiek, de ontwikkelingshulp bij elkaar en defensieproblematiek bij elkaar kunnen nemen. Maar laten we één ding wel even helder hebben. Er wordt ontzettend veel gesneden het komend jaar op ontwikkelingssamenwerking. Omdat het budget groeit. Dus dat wordt al gedaan. Maar we doen niet... Het budget gaat naar beneden omdat het gekoppeld is aan het nationaal inkomen. 500, precies. Volgend jaar 600 miljoen. Maar vindt, vindt u dat principieel? Want de PvdA is natuurlijk al de partij geweest die de ontwikkelingshulp zeer te harte is gegaan. Vindt u nou... principieel dat de nood zo hoog is, want dat is wat meneer Wilders eigenlijk hoort. De nood is zo hoog dat je bijvoorbeeld ook in ontwikkelingshulp echt moet gaan snijden. Ik vind dat je altijd overal moet kijken waar overbodige dingen zitten. Maar wat ik niet wil doen, Wilders wil. Dat is namelijk de rekening nu leggen bij de mensen die niet de crisis hebben veroorzaakt. Ja, in die derde wereldlanden hebben die niet de crisis veroorzaakt. Het zijn de allerarmste. Het zijn de allerarmste. En wij gaan inderdaad niet zoals u de allerarmste pakken. Als wij, Nou. En dan mag de oppositie weer. Kijk, wat hier uit naar voren komt is dat de discussie over ontwikkelingssamenwerking wordt in termen van geld uitgedrukt. We gaan geld geven voor uit solidariteit. Nou, daar zijn wij ook voor. Overigens, die formule die de vicepremier nu aangaf, hebben wij onlangs in de notitie van de CDA-fractie die lijn ook uitgezet. Dat vinden we een verstandige lijn. Maar wat vergeten wordt is dat wij daarmee, met wat u dan niet wil in ontwikkelingslanden, dat u daarmee uw welbegrepen eigenbelang niet navolgt. Namelijk om te zorgen dat daar geen voedingsbodem voor terrorisme is. Dat daar geen voedingsbodem is voor massa. Als wij moeten kiezen, meneer. Nee, wat u doet is u veilig verschuilen achter de dijken en denken dat de rest van de problemen geen verantwoordelijkheid voor heeft en u niet opkomen. Als wij, meneer Van Geel... Meneer Van Geel mag even uitspreken, dan mag u reageren, dan gaat meneer Rutte. Waarom nu u dat doet? Als deze hulp in onze ogen moet bijdragen, wat ik al zei, aan het vermijden van terrorisme daar in het opkomst van terrorisme en zorgen dat de migratiestromen die deze kant op gaan. Als wij hen niet helpen weerbaar te worden in termen van economische ontwikkeling, maar ook mentaal weerbaar maken tegen uitwassen van, wat u dan noemt, uitwassen van de kant van de islam, dan is het dweilen met de kraan open. U verschuilt zich achter een dijk en denkt dat de problemen dan opgelost zijn. U loopt weg uit de asielen. U lost gewoon geen probleem. De heer Wilders. Als wij, meneer Van Geel, moeten kiezen als Partij voor de Vrijheid. En ik denk, als heel veel mensen in Nederland zouden moeten kiezen tussen de solidariteit, wat u noemt, met ontwikkelingshulp, bakken met geld naar Afrika die op bankrekeningen verdwijnen, of de solidariteit met de mensen die dadelijk met een 65e netjes op pensioen willen gaan nadat ze hun heel leven hard hebben gewerkt, dan kiest de meerderheid van de Nederlanders en ook de PVV voor de AOW. De heer Rutte. Natuurlijk moeten we bezuinigd worden op subsidies. En natuurlijk moeten we bezuinigd worden ook op OS. We weten dat heel veel van het ontwikkelingsgeld naar corrupte regimes gaat en dat het zo wordt doorgesluist naar Zwitserse bankrekeningen. Dus bouw dat af en zorg dat je nog noodhulp houdt en het ontwikkelen van de middenklasse. Maar ik zeg wel een ander ding tegen u, meneer Wilders. Ook uw economisch programma is uiteindelijk gebaseerd op drijfzand. Als u echt denkt dat alleen met het afbouwen van uw subsidies u de problemen kunt oplossen, dan kunt u eigenlijk uw tafeltje beter bij deze drie mensen zetten. Want u bent ook tegen de versoepeling van het ontslagrecht. U bent tegen de maatregelen op het terrein van de AOW. En u bent erop tegen om maatregelen te nemen om de enorme kostenstijging in de zorg in te dammen. Het gevolg daarvan is dat de Nederlandse financiën uit de hand lopen. Sterker dat is slecht voor banen. Sterker en nog. Dat is slecht voor de economie. Sterker en nog, voor de achterban. Sterker nog, wij geven zelfs in onze tegenbegroting morgen 1 miljard extra aan de zorg. En dat doen we met trots, omdat we de zorg van ouderen belangrijker vinden dan de subsidies. Nou, wat voor milieuclubs of wat dan ook. Met het dus wij zijn van die wij subsidies zijn het probleem oplossen. En dat weet u donders wij goed. Zijn niet de partij van zes zwembaden en wassenaar. Doorheen, wij, zijn de partij, wij zijn de partij die kiezen voor een stevig beleid als het gaat om de aanpak van immigratie. Maar voor een sociaal beleid als het gaat om de AOW, als het gaat om de zorg en extra geld. Meneer Rutte, nou ga ik naar mevrouw Kant. En daarmee tekent zich hier een prachtig verbond af de komende dagen tussen mevrouw Kant en de heer Wilders. Precies. Allebei voor een heel sociaal beleid. Meer voor de zorg. Heeft u samen dat plan wellicht al ontwikkeld? Op de zorg en de AOW vinden we elkaar. Blijkbaar heeft
Ja, bent u daar blij mee dat u het zo eens bent? Zeker, nee. Ja, okay, ik ben blij dat de heer Wilders... U staat zo zorgelijk terrein, te kijken. Nee, op het sociale terrein leert de heer Wilders heel snel bij. En hoe meer ze van onze ideeën overnemen, hoe beter. Dus de heer Wilders heeft toch ook een paar, wat hij noemt, linkse hobby's overgenomen van ons. Daar ben ik heel blij mee. Maar hij heeft helaas ook nog een aantal rechtse hobby's. En ik vind de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking... Ja. De grootste prijs voor de crisis wordt betaald door de armsten in deze wereld. Natuurlijk, de centen voor ontwikkelingssamenwerking moeten goed uitgegeven worden. Verdwijnen soms in zakken waar ze niet thuis horen. We moeten dat veranderen, verbeteren. Maar wij gaan niet bezuinigen op de allerarmsten in de wereld. Eigenlijk zullen door de crisis meer kinderen sterven in de wereld. Dat vind ik de grootste schande die je eigenlijk maar kunt bedenken. Ik wil aangesproken. Maar ik wil nog wel even iets anders zeggen over rechtse hobby's. Want we hebben het nu over de AOW-leeftijd. Wij zijn het erover eens, laten we daarvan afblijven. Dat is een van de sociale verworvenheden. En dan vind ik het toch wel triest dat het allereerste waar men aan denkt is het verhogen van de AOW-leeftijd. Terwijl, mevrouw Hamer, ik heb nog wel een paar rechtshobby's, die hypotheekrente aftrek. Waarom heeft het kabinet niet daarvoor gekozen? Nou, het kabinet heeft drie dingen gekozen in het pakket. Dat was ook op het gebied van het woningbouw. Maar het gaat natuurlijk nu vooral om de vraag... Ten eerste weten we nog helemaal niet of die maatregel doorgaat. Want SER heeft nog tot 1 oktober de tijd. En het gaat vooral om de vraag, hoe gaan we het dan doen? En ik zeg nu vandaag, en dat heb ik al eerder gezegd... als die maatregel er komt van het kabinet... dan zal het altijd een maatregel zijn waar het gaat over eerlijk delen... waar het gaat over kwetsbaren beschermen... en waar het gaat over talenten benutten. Maar het gaat en wel dat betekent naar 67, op dat, drie nou, manieren, maar toch naar 67. Dat betekent dus dat de mensen die kunnen en willen... dat daar iets van gevraagd wordt... Mag ik even over de mensen die kunnen en willen? Dus wat u betreft wordt het een vrijwillige verhoging van de AOW-leeftijd? Ik zeg u precies hier wat ik net zei. Dat het voor onze partij zal moeten voldoen aan die drie criteria. Eerlijk delen, kwetsbaren beschermen en talenten benutten. Ja, maar u zei kunnen en willen. En dan gaat het dus om mensen die kunnen en die willen. Dus alleen als mensen kunnen en willen, nee, dan wordt voor niet. Hen de AOW-leeftijd verhoogd? Of begrijp ik u verkeerd? Nee, als ik u goed verkeerd begrijp, moet ik het vooral zeggen. Dat ik eerder in een debat al heb gezegd dat ik een flexibele AOW een zeer interessante variant zou vinden. We gaan nog kijken of de voorstellen komen. Vrijwillige verhoging is niet waar het kabinet op uit is. Het zou mooi zijn als wij morgen samen met mevrouw Hamer... voor elkaar zouden kunnen krijgen dat we die AOW-leeftijd niet gaan verhogen. Want het, is, nee, het heeft niks met arbeidsmarkt, het heeft ook niks met arbeidsmarkt te maken. Het heeft puur te maken... U moet toch echt even geduld hebben? De heer Wilders mag ook uitspreken deze keer. Het heeft, kijk, die AOW-maatregel, laat u niks wijsmaken. Dat heeft niets te maken met arbeidsmarkt en ouderen. Het kabinet zegt tegen de SER... als jullie met een alternatief komen van 4 miljard, dan kan dat. Dus het gaat puur en alleen over geld. Zo ga je niet met ouderen om. Die AOW-leeftijd moet hoog blijven. En als jij onze tegenbegroting over zou nemen... dan gaat er niet alleen geld naar de zorg. Dan hebben wij ook een enorme lastenverlichting. Mensen gaan er bij ons volgend jaar een paar honderd euro op vooruit... in plaats van achteruit. Er is geld voor economische crisis. Laten we het even voor 67 houden. De politieke vraag is natuurlijk... Het gaat niet alleen om handtekening van mevrouw Hamer. Ja, exact. Er staat een handtekening van mevrouw Hamer... onder het Catshuisakkoord van eind maart. Daar staat in, als de SER niet met een breed gedragen advies komt... dan gaat ook u als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... de AOW verhogen naar 67. Ja. U zegt nu iets heel anders. Nee. U zegt nu, dat moet vrijwillig. Dat moet met allerlei ingewikkelde linkse termen had u daarbij. Het gaat om willen en het gaat om kunnen. Staat u nog, mevrouw Hamer, staat u nog voor die handtekening? En ik vraag het ook aan de heer Van Geel. Nee, als u wat van mevrouw Hamer wil weten... dan, als u wat van mevrouw Hamer wil weten, kunt u beter even wachten op het antwoord. Ja, nou mevrouw Hamer, de handtekening staat er. Alleen wij hebben afgesproken, u was daarbij in de Kamer... dat we zouden kijken naar varianten waarop dat kan. En wat ik hier nu zeg, is dat het een variant moet zijn... waarin mensen die echt niet kunnen meedoen... dat staat overigens ook in het akkoord, hè. Dat we de zware beroepen zouden ontzien. En de mensen die niet mee kunnen komen maar ontzien. Willen. U had het ook over mensen die ik zou het heel willen. Erg... Dat is natuurlijk essentieel. Is het vrijwillig of is het... gedwongen. Ik zou het heel erg interessant vinden als we een model weten te ontwikkelen... waarin we vooral de mensen die kunnen en willen, dat zij kunnen en willen, dat hoort bij elkaar... Dat we die de kans geven om dat te doen. En dat we kijken of we een model kunnen maken waarin mensen die niet mee kunnen komen... die bijvoorbeeld al veel langer aan het werk zijn...
Een keuze mogelijk. Maar betekent het, het is natuurlijk niet waar dat het alleen maar een financiële kwestie is, natuurlijk. Nee. De boeken moeten rond, maar we willen ook heel graag de AOW ook voor de toekomst, ook voor de jongeren van nu, die ook een bepaald moment naar we hopen ouder worden, willen ze natuurlijk ook betaalbaar blijven houden. Het gaat ook om de pensioenen, die we gewoon graag ook op orde willen houden. En we zien dat die druk alleen maar aan het toenemen is. En wat mij toch een beetje tegenstaat, en dat zeg ik in het bijzonder ook tegen mevrouw Kant, want die hoor ik heel vaak zeggen, we willen iets niet. Maar als je in deze tijd zoete broodjes wil verkopen, staat dat echt gelijk aan volksverlakkerij. Want er zullen gewoon pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Daar kunt u niet voor weglopen. Ja.